allemaal, welkom bij Schilders.tv. Ik ben onderweg naar Uden, naar Hully, een ontzettend groot speelparadijs voor kinderen. Het is een speelboerderij gebaseerd op de natuur eromheen. En er is natuurlijk ook ontzettend veel imitatie en andere decoratietechnieken toegevoegd om het zoveel mogelijk te laten lijken. Op het moment worden er twee zalen samengevoegd tot één grote Lego speelhal en er worden voorstellingen gegeven, et cetera. En vandaag zijn ze bezig met de vloer stempelen. Dus wij gaan een kijkje nemen en we nemen jullie natuurlijk mee. Blijf kijken! Je doet het een beetje om en om van kleur te blijven verschillen. Er zijn twee verschillende stempels, zeg maar. Ja. Er zit net wat verschil in. En omdat je dan ook verschillend in die verf ook kan krijgen, structuurverschillen. Ja. Met jullie meegekeken hoe jullie bezig zijn. Hoe lang doen jullie nou over zo'n hele vloer? Nou, als je eenmaal stempels hebt en je hebt eenmaal bedacht hoe je het gaat maken en je bent eenmaal op gang, zeg maar, dan kun je in een dagtijd ongeveer tussen de 50 en 60 vierkante meter stempelen. Dus wij zouden samen in één dag tijd 120 vierkante meter kunnen stempelen. Ja. Dus dat betekent dat we vanmiddag in ieder geval deze helft al klaar hebben en we zelfs al kunnen beginnen aan de voorbereiding van het tweede deel van deze vloer, want dan gaan we een andere uitstraling geven, wel weer dezelfde techniek, wel weer stempelen. Maar uiteindelijk gaan we straks twee thema's met elkaar verenigen. Maar ja, okay. Dat zullen jullie in de vervolgfilm zien. Ja, ik ben heel erg benieuwd en we komen binnenkort terug. Nou leuk, geef dan natuurlijk die like en abonneer voor meer. Heb je zelf nou een super tof idee, iets waar je tegenaan loopt of een leuk project? Laat het ons weten en dan komen we de volgende keer bij jou langs.